Ingeklemd tussen grootmachten Rusland en China vind je landen als Turkmenistan, Oezbekistan, Tajikistan, Kazachstan, Pakistan, Afghanistan en Kyrgyzstan. En behalve voor Rusland en China is het gebied ook voor ons enorm interessant. Ze liggen namelijk niet alleen strategisch, er zit ook heel veel olie en gas. Maar wat voor landen zijn het? Als voormalige landen van de Sovjet-Unie zal het je niet verbazen dat ze niet heel democratisch opgezet zijn. Eigenlijk kun je alleen Kyrgyzstan een democratische staat noemen. Tajikistan heeft zelfs al ruim 30 jaar één alleenheerser, Enomali Rahmon. Hij overleefde onder meer een moordaanslag en twee staatsgrepen. De stannen hebben eeuwenoude steden waar vroeger allerlei spullen van het oosten naar het westen van de wereld werden gestuurd. Porselein, kruiden, papier en zijde. De landen vormen het hart van wat vroeger de zijderoute heette, van China naar Italië. In de tijden van de Sovjet-Unie en het IJzeren Gordijn viel de belangstelling voor de stans weg. Maar eeuwen later ligt hier misschien wel het nieuwe centrum van de wereld. Centraal-Azië is namelijk een speelbal tussen twee invloedssferen geworden, die tussen Rusland en China. Beide grootmachten zien de strategische belangen van dit gebied en steken daarom veel geld in grootse energieprojecten en de aanleg van wegen in de regio. Stilletjes bouwt China in deze landen aan een nieuwe zijderoute die van grote impact gaat zijn op het economische verkeer in de wereld.